Vandaag gaan we kijken naar de Muesta Pizza en Rotisserie Ring. Hoi, ik ben Dennis, dit is Noskos Barbecue en vanuit mijn achtertuin laat ik zien hoe ik jij beter kunt barbecuen. Een tijdje geleden nam Chris van Rookoven contact met me op. En die vertelde dat ze hun assortiment hadden uitgebreid met spullen van Muesta. En of ik misschien zin had om daar wat van te testen. Ja, vind ik altijd leuk, dus ik zei ja. En ja, tot mijn grote verbazing werd zowel het halve assortiment van Muesta bij me de gang ingegooid. En heb ik nu dus heel veel spullen om uit te proberen. Ja, daar ben ik hartstikke blij mee. Daarom ook gelijk een disclaimer. Ik heb deze spullen gekregen. Ik word niet betaald voor deze video's. Ik geef er mijn eigen mening over. En ja, daar zullen regelmatig de komende tijd wat filmpjes van langskomen. Eerst indrukken en daarna hoe ze in de praktijk bevallen. Dus die kun je verwachten. Wil je die graag zien? Vergeet je dan vooral niet te abonneren op mijn kanaal. En ja, als je op dat belletje drukt, dan krijg je ook nog een melding als die video online is. Dus dan mis je hem niet. Deze keer gaan we dus kijken naar de Grillspit Pizza Ring. Dat is een ring die kun je in je barbecue zetten. Ze hebben hem voor 47 centimeter barbecues. Dus kogelbarbecues, denk aan je webertje. Maar ook voor 57 centimeter barbecues. En ja, die kan je daar dus inzetten en dan kan je dus een grillspit erin hangen. Maar je kan er ook als pizza oventje gebruiken. En dan heb je dus een luikje aan de voorkant, kun je pizza's erin schuiven. En dan ja, kun je veel beter pizza's bakken dan als je iedere keer je deksel open moet doen en dat de warmte eruit gaat. Ik heb ook het grillspit van Weber en die heb ik geprobeerd in mijn Kettle Joe en die past niet. Nou weet ik dat Smoking Dead Barbecue, ander YouTube kanaal, Canadese barbecuer, die heeft zijn Weber erin zitten en dat werkt gewoon. Maar ik krijg gewoon mijn scharnier niet hoog genoeg opgetild om hem ertussen te krijgen. Nou heb ik al een heel oude ring van Weber en ja, die is misschien net wat groter dan die andere. Die van mij is, eventjes pieken, 15,8 centimeter hoog. En die van Muesta, die er dus wel netjes tussen past, die is 14,1 centimeter hoog. Dus mijn vraag aan de kijkers die toevallig een Kettle Joe hebben en misschien een Weber ring. Zou je even kunnen meten of dat bij jou wel werkt? En past die bij jou, past die niet? Ik hoor dat graag. Die van Muesta past in ieder geval. En ja, daar ben ik wel heel blij mee. Want nu kan ik dus ook daar gewoon een kippertje in grillen. En ja, ook een pizzatje maken met, met dat luikje dat erin zit. Ik had eigenlijk niet zo'n hele goede indruk toen ik het binnenkreeg. Het is ja, een uitgesneden stuk RVS, daar zitten allerlei gaten in en gaatjes en ja, dat moet je zelf in elkaar zetten en het lijkt een beetje flubberig. Maar als je eenmaal alle schroefjes erin hebt zitten en de handgreepjes erop, dan is het beste een heel stevig geheel, dus ja, die zorgen die waren ongegrond. Ja, die houten handgrepen aan de voorkant, je kan daar die ring daarmee aftillen. Dat maakt het wel heel erg zwaar als er een pizzasteen in zit. Dus ja, is dat een handige plek waar ze zitten? Ik weet het niet, de praktijk zal het leren. Wat bijvoorbeeld wel handig is, wat ze gedaan hebben in dat pizzadeel, is een soort ja, half maantje zit erbij. Dat kun je met een afstandshoudertje op je rooster plaatsen. Daar leg je je pizzasteen tegenaan en als je dan je pizza's erin doet, dan kunnen ze niet doorschieten. Dus dan heb je niet het probleem dat je misschien iets te enthousiast je pizza erin doet en dat die opeens achter je rooster ligt en dat je hem er niet meer uit krijgt. Dus daar hebben ze wel heel erg goed over nagedacht. Dat werkt heel erg netjes. Als je een Weber hebt, dan kun je op je kolenrooster ook nog een ring zetten. Dan kun je daar je kooltjes neerleggen en hout erop en dan kan je hem veel heter stoken. En dan ja, dat halve maandje helpt er dan voor om een heel goed vuur te creëren voor pizza's. Dus nou ja, dat is zeker iets dat ik de komende tijd ga testen. Mijn oude Weber staat nog steeds in de tuin en de Mazda Touch Premium ook. Dus misschien laat ik hem wel even op allebei los. Maar dat houden jullie dus te goed. Wat de rotisserie betreft. Ja, zo'n hartstikke mooi systeem. Ze hebben er een sleufje in zitten waardoor je je kabeltje van een voelertje van een thermometer erdoor zou kunnen doen. Ik weet dat een heleboel mensen tegenwoordig meters en zo hebben, van die draadloze thermometers of meatsticks. En dat je dan draadloos kan communiceren. Maar ja, een heleboel van ons hebben nog gewoon een thermometer met een draadje. Nou, die kan je daar dus doorheen frommelen. Er zit een magneetje bij, dat kan je op je thermometer zelf maken. En dan kan die op het hendeltje geplakt worden en dan draait je thermometer mee. En dan kan je dus gewoon de temperatuur meten, ja, zonder dat je draadje kapot draait. Ja, het is een heel ingenieus systeem dat zeker getest moet worden. Dat vind ik echt heel leuk bedacht. Dus daar kijk ik naar uit om daar een keertje mee te spelen. Muesta heeft verschillende motoren voor het grillspit. Ik heb diegene op batterijen heb ik erbij gekregen. Er is er ook een draadje, maar ik heb ook even getest. Mijn Weber motor die past ook op het grillspit. Dus die kan je gewoon gebruiken, mocht je die toevallig hebben. Of ja, ik denk dat het andersom ook werkt. Als je dat graag wil weten, dan test ik dat. Maar dus dat je een batterijmotor op je Weber grillspit kunt hangen.
heb je geen snoer nodig. Hij schijnt 30 uur te werken op 2D-cellen. Dus ja, dat kan heel handig zijn als je een keer ergens naartoe gaat waar geen stroom is en je wilt toch je Weber grillspit gebruiken. Koop zo'n motortje en speel ermee. Maar ja, ik heb het dus niet nog getest. Wil je dat weten? Laat dat weten in de reactie hieronder. Dan hang ik hem er even aan en dan laat ik het je weten. Het hele systeem zit met boutjes en vleugelmoertjes in elkaar. Aan de achterkant, dus waar de ring samenkomt, daar zit nog een extra standje. De smokestand. Dan kan je je ring wat iets groter zetten en dan sluit hij beter aan op de rand. Voor pizza wil je gewoon wat meer zuurstof hebben, dus ja, dan is een klein randje wel fijn. Maar als je gaat roken met barbecue low en slow, dan is het handig als dat allemaal aansluit. Nou, dat kan je met dat dingetje doen. Aan de zijkant vind je ook nog een thermometer. Die meet op roosterhoogte de temperatuur. Handig als je pizza's gaat bakken, maar ik denk dat een infrarood thermometer en je steen meten beter is. Maar het zit erop, dus ja, altijd fijn als zoiets meegeleverd wordt. De komende tijd ga ik dus een aantal dingen grillen. Ik ga pizza maken, zowel op de Weber als op de Kettlejoe. Kijken hoe die werkt, hoe die ring zich daarop houdt. Ik ben heel erg benieuwd daarnaar. Ik ben ook heel erg benieuwd of dat grillspit sterk genoeg is om op batterijen dingen rond te draaien die wat zwaarder zijn. Of twee grote kippen of zo. Ja, ik ga het allemaal uitproberen en ik laat het jullie weten over niet al te lange tijd. Dit keer was het dus geen receptvideo. Die komt volgende week weer. Jullie houden ook nog de zoveel maanden Kamado Joe Classic 3 review van me te goed. Die komt daarna aan de beurt. Ik heb een hoop vragen daarover gekregen, maar wees niet bang, die komt eraan. Nou, zijn we een beetje aan het einde gekomen zo. Heb je vragen, opmerkingen, doe het in een reactie hieronder. Heb je uitgebreide vragen, ga naar het Barbecue Genootschap, mijn forum. Er zitten altijd mensen die dat soort vragen kunnen beantwoorden. En ja, ik ben ook niet altijd online of heb tijd om uitgebreide dingen te doen. Dus dat is de juiste plek. Vond je dit een leuke video? Heb je er wat aan gehad? Vergeet hem dan vooral niet te liken. Dan, ja, dan help je mij in het algoritme van YouTube en dan zien meer mensen hem. En dan was dit het voor deze week. Tot de volgende!